welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een beetje een negatieve video, want ik ga het vandaag weer hebben over slechte make-up. Ik heb al heel lang niet meer zo'n video gemaakt. En het gaat niet over de make-up die ik op mijn gezicht heb. Als je je afvraagt hoe ik deze prachtige, heftige look heb gemaakt, die heb ik in mijn laatste She Glam review gemaakt. Super, super leuke collectie, dus ik zou die video zeker bekijken. Maar ik heb een heleboel andere producten die ik heb ontdekt die ik echt gewoon slecht vind. Die ik een tijdje heb gebruikt of slechts één keer heb gebruikt en dan gelijk wist dat ik het niet goed vind. Sommige dingen hebben jullie misschien al gezien in video's, maar sommige ook niet. En ik ga jullie dus vandaag een heleboel geld besparen. Meestal als je mijn video's bekijkt gaat juist je geld op. Maar vandaag omgekeerd. Vandaag bespaar ik jullie een beetje geld. Ik vind het ook belangrijk om altijd dit soort video's te maken. Zodat je ook gewoon weet wat je vooral niet moet halen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, ik ben echt obsessed met deze make-up look. Ik vind het zo leuk. Ik vind zulke heftige looks maken altijd echt heel leuk. Ik zal jullie even snel vertellen welke lip combo ik op heb. Een MAC lip combo. MAC lip liner in de kleur Soir. En deze lipstick van de Cruella de Vil collectie in de kleur Sweet and Vicious is een hele mooie lichte roze kleur. Oké, laten we gewoon snel beginnen, want ik heb een hoop. Ik ga beginnen met een concealer die ik onlangs heb gehaald in Spanje, die ik jullie daar heb laten zien. En dat is de nieuwe KVD Good Apple Concealer. De Good Apple Foundation was echt een hype op TikTok. Iedereen heeft die gezien, iedereen vond die geweldig. Ik wilde die toen ook halen daar bij die Sephora, maar ze hadden hem niet. Maar ze hadden wel de Good Apple Concealer en ik dacht, die zal net zo goed zijn. Ik had hem gebruikt, in het begin was het wel oké, maar later, toen ik hem vaker ging gebruiken, toen begon ik gewoon te zien dat deze concealer, vooral vergeleken met een heleboel andere concealers, te veel creased. Echt helemaal creases hier. En wat mij echt de doorslag gaf, was dat ik hem gisteren op had gedaan en dat mijn vriendin aan mij vroeg van waarom ik zo creased hier zo onder mijn ogen. En toen wist ik, ja, het klopt gewoon echt, deze creased te snel. Hij is wel echt heel fijn, want hij heeft een hele fijne applicator en echt een perfecte gele ondertoon en ook echt een volledige dekking zoals je kunt zien. Hij is een beetje dikkig, maar hij voelde niet dikkig aan, maar helaas creased hij gewoon echt. Als hij niet zou creasen, was het echt een geweldige concealer geweest. Maar ook voor die hoge prijs, je wilt gewoon niet dat je concealer gaat creasen en het er gewoon niet meer uitziet. En als het zelfs anderen opvalt, ja, dan ben ik er echt helemaal klaar mee. Dus deze raad ik zeker niet aan. Nou, laten we dan nog eventjes bij de concealers blijven, want ik heb er nog eentje die ik niet aanraad en dat is de nieuwe Bowing Concealer van Benefit. Deze heb ik in de kleur Cantaloupe en ook deze vond ik heel fijn door de prachtige gele ondertoon. Deze heeft echt een heftige gele ondertoon. Dit is hun meer medium dekkende concealer, maar het heeft gewoon niet genoeg dekking. Het heeft inderdaad een lichte tot medium dekking en het verlicht ook een klein beetje, maar ik vind het gewoon niet je geld waard. Je zou denken dat zo'n dekking ideaal is voor een everyday make-up look, voor mensen die niet al te veel plamuur op hebben, maar dit is letterlijk een concealer. De naam concealer staat dus voor concealer. Concealer vertaald is dus dekking. Hij moet dekken. Daar is een concealer voor, anders gebruik je geen concealer. En als het gewoon niet genoeg dekt, dan heeft het gewoon geen nut. Ik persoonlijk heb niet eens heel veel dekking nodig. Ik heb niet heel veel wallen of zo. En zelfs bij mij was hij gewoon niet genoeg. Hij doet gewoon niet genoeg. En ja, daarom raad ik hem gewoon niet aan. Ik vind hun normale Bowing Concealer beter. Die heeft wat meer dekking. Ook niet heel veel. Die heeft een beetje een medium dekking. En die zou ik dan wel aanraden voor de meer everyday looks. Ik hoef ook niet per se altijd een concealer met echt een volledige dekking. Want voor een everyday look is dat vaak ook gewoon te veel. Maar deze concealer deed echt gewoon geen ruk. Dus deze raad ik niet aan. Dan heb ik hier een product van Elf. Ik heb er twee hun nieuwe lip liners. Deze zijn zo droog. Oh my gosh. Dit is de kleur Soft Pink. Deze leek mij echt heel mooi. Maar hij breekt gewoon af, oké. Maar deze zijn zo droog op de lippen, jongens. Deze kleur leek mij wel echt heel mooi. Hij is ook gewoon heel mooi. Maar toen ik het ging aanbrengen, ik dacht echt, nee, wat is dit voor droge bedoeling? Ik moest half mijn lip kapot trekken gewoon. Ik heb hier nog een andere kleur, een meer donkerdere kleur. Lijkt ook heel mooi. Als je het zo op je handen aanbrengt, lijkt het goed aan te brengen. Maar op de lippen was het gewoon echt te droog. Ik vond het gewoon niet fijn. Het was helemaal niet smooth genoeg. Een lipliner moet wel een klein beetje smooth aanbrengen. Ik weet dat ze goedkoop zijn, maar ook voor dit lip bedrag vind ik het gewoon niet fijn. En ik heb gewoon een heleboel andere betaalbare lippotloodjes die echt beter werken dan deze. Nou, we blijven een beetje hangen bij Elf. Ook weer een nieuw Elf product die ik niet aanraad. En dat zijn de Glossy Lip Stains. Deze had ik in een video getest. Ik had ze de hele dag opgedaan. En echt, het smeerde helemaal uit. Oh my gosh. Ik vind het een heel leuk concept. Het is een glossy lip stain. Een lip stain is een lipstick die een soort van afdruk achterlaat op je lippen en dan de hele dag goed blijft zitten. Hun hebben het glossy gemaakt. Dat
vond ik al apart, want een gloss blijft niet heel dag zitten. Dus ik begreep niet hoe ze dan een lipsteen glossy maakten. En mijn vermoedens klopten ook echt. Want het bracht op zich goed aan, maar het heeft bijna geen kleur zoals je kunt zien. Maar dat is wel normaal bij een lipsteen. Die zijn een beetje waterig en wat minder kleur. Maar omdat hij dus glossy blijft, smeert hij overal uit. Oh my gosh, de hele dag door ging het helemaal buiten mijn liplijn. Het kwam echt gewoon helemaal overal. En ik heb me echt de hele dag gedragen. En ik dacht echt, nee, dit wordt hem gewoon echt niet. Deze waren echt vreselijk. Dan ga ik verder met een mascara van Urban Decay. De kleine versie is dit van de Perversion Bigger, Blacker and Better Mascara. Deze is ook echt, jongens, deze doet echt gewoon geen drol. Deze had ik gratis ontvangen. Godzijdank heb ik er geen geld aan besteed. Maar deze doet echt gewoon geen drol voor de wimpers. Geen volume, geen krul, geen lift, geen definitie. Gewoon echt helemaal niks. Ik moet zeggen, Urban Decay mascara's zijn altijd wel een beetje slecht. Ik zou ze ook echt gewoon niet aanraden, want elke keer weer als ik een mascara heb van hun, is die gewoon weer slecht. En Urban Decay kost wel echt wat. Ze hebben echt fantastische producten, zoals hun fixing spray, et cetera. Maar hun mascara's, ik weet niet waar het de hele tijd misgaat daar, maar ze maken echt altijd crappy mascara's, inclusief deze. Dus ik raad hem echt niet aan. Dan ga ik verder met een blush die ik al jaren heb. Jaren. Ik heb hem echt lang geforceerd, maar nou ben ik er toch klaar mee. En dat is deze Too Faced Blush, de Love Flush Blush in de kleur No Ordinary Love. Jongens, ik heb deze jaren geleden gehaald bij Sephora. Ik heb hem niet heel vaak gebruikt, omdat hij gewoon bijna geen pigment afgeeft. Gewoon letterlijk bijna niks. Kijk even dit hier op mijn hand. Kijk deze swatch. Gewoon echt helemaal niks. Ik weet niet wanneer je deze zou dragen. Je zou denken, misschien is het fijn op een meer everyday naturel dag. Maar het geeft gewoon geen kleur af. Gewoon bijna niks. Je moet superveel product aanbrengen om een beetje kleur te zien. Het blendt ook niet fijn uit. Ik vind de verpakking wel echt heel leuk. Zo'n hartje. Echt de schattigste verpakking ever. Matcht ook heel leuk met deze make-up look. Maar de kwaliteit van de blush is gewoon echt slecht. En het is ook gewoon een dure blush. Volgens mij echt 30 euro of zo. Dus deze zou ik niet halen. Hij is ook gewoon nog te koop. Dus als jij iemand bent als ik, die snel onder de indruk is van mooie verpakkingen en denkt, oh leuk, deze ga ik halen, doe het niet. Want ik ben in die val getrapt. Hij is gewoon echt slecht. We blijven er een beetje hangen bij blushes. En ik heb hier nog een blush van The Balm, die ik ook niet goed vind. In de kleur It's a Date. Ik heb hem echt vaak gebruikt, zoals je kunt zien, want ik vind de kleur wel heel mooi. Dit is echt zo'n kleur die bij elke make-up look past. Heel mooi mat ook, maar ook deze hetzelfde probleem als die van Too Faced. Er komt gewoon bijna niks van af. Ik moest weer superveel aanbrengen voordat ik ook maar weer een beetje kleur zag. En ook het blenden ook weer niet goed. En ik dacht, ja, ook weer voor deze hoge prijs. De balm is ook weer niet goedkoop. Raad ik hem gewoon niet aan. Ook vind ik de verpakking niet fijn. Want hij gaat niet gewoon dicht, zeg maar. Je moet echt zo dit helemaal zo erin doen. En ja, en het is echt een gedoe om het zo erin te krijgen. En dan pas gaat hij dicht. Dus ja, al met al vind ik hem gewoon niet fijn. En raad ik hem daarom dus ook niet aan. Dan heb ik van de Kruidvat huismerklijn hun lipserum. Jongens, ik dacht, oh wauw, een lipserum. Daar hou ik altijd van. Die laten mijn lippen altijd mooi glanzen en alles. Ten eerste, de applicator is vreselijk. Want hij pakt gewoon bijna niks op. Je moet er echt 20 keer terug ingaan om een beetje op je lippen te krijgen. Ik vind ook de formule gewoon niet fijn. Er is bijna geen glans. Het doet ook echt niks voor mijn lippen. Terwijl het zijn lipserum. Die zou juist heerlijk moeten verzorgen. En fijn moeten aanvoelen op de lippen. Zonder te veel te zijn. Zonder echt als een dikke gloss aan te voelen. Maar deze jongens, echt wat een gezeik. Oh my gosh. Wie heeft dit goedgekeurd? I don't get it. Jullie zien toch dat het gewoon niet fijn is. Dus ja, ik vond het echt helemaal niks. Nu ik het ook zo uitblend. Het blendt ook gewoon helemaal uit naar niks. Het is gewoon alsof je niks aanbrengt op je lippen. Maar je moet wel heel veel moeite doen. Dus ja, daarom raad ik hem gewoon echt niet aan. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle make-up producten die ik niet aanraad. Wel eventjes snel een disclaimer. Als ik vandaag iets heb laten zien wat jij echt geweldig vindt, echt top voor jou, blijf ook gewoon vooral gebruiken. Het is gewoon mijn persoonlijke mening. Ik vind ze gewoon niet fijn en daarom raad ik ze niet aan. Maar als jij iets hebt van ik vind het wel fijn, nou dan is het gewoon goed. Want bij iedereen werkt ook iets anders en iedereen wil iets anders. Voor mij persoonlijk zijn deze make-upjes gewoon echt een misser. Echt een faal en ik vind ze echt helemaal niks. Maar goed, ondanks dat het een beetje een negatieve video was, hoop ik toch dat jullie hebben genoten van de video. En het weer leuk vonden. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats je ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!